Ja, een bosje bloemen en een positieve boodschappentas voor iemand die iets in deze bijzondere, rare tijden van corona heeft gedaan voor anderen. Hi. Hallo. Hallo. Ben jij Sylvia? Ja. Alsjeblieft. Hi, dank je. Dat is een hele zware tas. Geef mij die kruik. Hi. En een bosje bloemen. Ja. Voor jou. Oh, wat was dat? Omdat wij hebben gehoord dat jij hele mooie dingen doet voor kinderen. Ja. Klopt dat? Ja. I started with the project last year. Yes. My idea was with kids here in the Netherlands. And after this start to grow and I have kids around the world. Yes. Is Love by Grace Kids. Dat is online? Ja. Yeah. Het is zo'n heerlijk warm kruikje. Heerlijk. Is dat online? Ja. Yes. Kan je ons dat laten zien? Ja. Ja? This is the group. It's almost 1,000 members. Oh, ja. Families, the expat kids here in Eindhoven. 1,000 leden ongeveer. Ja. Yes, every day is something different. Monday is goodbyes, Tuesday is party time. Every day I share something different with them. Today is Monday, I share motivational quote. I think it's necessary to let kids get bored once in a while. That's how they learn to be creative. Every Thursday I have something they call a Thursday with the expert. Yes. I have Facebook live with people, professionals in different topics for kids. Ze gaat live, dus precies, op donderdag ga je live. Yes. Yes. Yes, and I invite people, professional coach, parenting, professional pediatrics, professional in different areas. To help and to support the parents in all this process. Dat doe je hier op de bank, achter de computer of in de keuken? No, I am here and in my table. Laat maar eens even zien. So this is the live kitchen. En waarom doe je dit nou? Why? I don't know. I feel that this is the purpose of my life, to help. If something that I know can improve the life of the other, can impact with something good, and this is also that I am doing with the kids, to me it's important to share with them this love and with a smile and the grace, and they feel this and they say, wow, something different is inside of me. This is my idea and I feel that this is the purpose of my life. Oh, lieve. Wat lief. Dat is een hele lieve vrouw, hè, dit. Sylvia, ongelooflijk dat je dat allemaal doet. Hartelijk dank. Dank je wel dat je dat allemaal doet, Sylvia. It's amazing. Yes, it's and amazing. Thank you so much. It's so amazing this. And thank you for the flowers and for everything. Thank you so much. You're welcome. Graag gedaan. Doei. Doei. Nou, stel je voor dat je een kind bent en je hebt te maken met Sylvia, die dan elke dag iets voor je regelt. Dat is fantastisch. Ken jij nou ook zo iemand die in deze rare tijden van corona iets positiefs betekent voor andere mensen? Meld diegene dan bij ons aan. Aandacht voor elkaar, @eindhoven.nl, dat is een e-mailadres. En wie weet komen wij dan langs met een positieve boodschappentas en een bosje bloemen.